Inpluggen? Ja, pluk het even in. Ja, hoor. Hij zit erin, jongens. Checken. Check ja, doet hij het? One, two. Ja, hij doet het. Ja, ja, het gaat beginnen. Jullie staan gewoon op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Ik zie al hoofdschuddend staan. Zeg toch? Dat is echt insane. Hadden we 6 jaar geleden zijn we begonnen. Ja, nooit kunnen dromen, toch? Dat, nee, dat kan ik mij voorstellen, want ja. Ik heb er ook wel eens even gestaan. Maar ja, dan staat er niemand voor mij. Maar voor jullie staat het zo helemaal ramvol. Ja, ik hoop het. Ja, dat zou te gek zijn. Wat is het succes van jullie? Ja, het succes zit er denk ik in. En succes is natuurlijk altijd een beetje een lelijk woord. Maar waarom het goed gaat, is dat wij gewoon doen wat de mensen van ons willen zien. En dat is namelijk wat wij zelf ook het liefst zouden willen zien. Veel energie, veel drank. Het is 1 minuut per nummer. Het wordt nooit saai. Veel vlammenwerpers, veel gekkigheid. En dat werkt gewoon. Dat is te gek. Wat is het gevoel van de Zwarte Cross? Wat heb je daarvan onthouden? Nou ja, we kenden de Zwarte Cross al voordat we hier mochten spelen natuurlijk. En je wil hier gewoon bij zijn. Dit is gewoon het feest. Dit is gewoon waar alle feesttenten en alle festivals die je in het jaar doet, die komen hier samen in 1 groot festijn. En dat is gewoon de Cross. Ja, liefde, gekkigheid, vuiligheid. Ja, wij horen hier gewoon tussen. Ja. Het was feest, het was muziek, Cross. Het was stoffig, warm, er was heel veel gezelligheid, leuke mensen, theater, muziek. Veel zon, het was gewoon eigenlijk een topeditie. En ja, het was onze eerste samenwerking en het ging goed, hè? Ik zeg voor herhaling vatbaar. Ik zeg tot volgend jaar en bedankt voor het kijken. Doeg! Cheers! Party!